deze week in Keizerslanden vernieuwd. Jongeren onderhouden Zitkuil en wonen met Ineke. Dit is Ineke Schoenmaker. Zij is wijkverpleegkundige in Keizerslanden. Enkele weken geleden zagen we haar al op haar werk. Vandaag gaan we wonen met Ineke. Ik woon hier in Tuindorp. We zitten hier nu in Tuindorp dichtbij de Vinsterhof. En ik woon hier vlakbij in de buurt. Ik ben er eigenlijk voor een jaar of 15 gewoon terechtgekomen. En niet zozeer om de wijk zelf, maar omdat daar een woning stond die me wel beviel. Er gebeurde hier eigenlijk vrij weinig in Keizerslanden. Ik kende de buurt ook niet, maar dat komt mede natuurlijk omdat ik heel druk was met mijn werk. En eigenlijk niet goed om me heen keek, totdat ik hier kwam werken. In bij Keizerslanden. Ja, toen zijn mijn echte ogen pas open gegaan en er wordt heel veel gedaan. Ik ging meer kennis maken met de mensen in de wijk. Heel langzamerhand heb ik het toch zien groeien naar heel veel activiteiten. Er ging eigenlijk moet ik zeggen dat er een wereld voor me open ging. Ik kom met name ook heel veel in de flats, daar in dat grote stuk bij het Wezenland en in Keizer Karel flat. Daar worden ontzettend veel activiteiten georganiseerd. Ja, ik kan er soms heel erg trots op zijn als ik zie wat mensen voor elkaar betekenen. Samen gaan eten of gewoon bij een oude iemand de boodschappen gaan doen of iemand naar het ziekenhuis begeleid of ja, noem maar op. Nou, dan kan ik gewoon trots zijn op mijn medeburen, of hoe zeg je dat, hier in Keizerslanden. De jongeren van Keizerslanden hebben afgelopen jaar een eigen zitkuil gemaakt tussen de flats aan de Karel de Grote Laan. Inmiddels stond het onkruid rond deze zitkuil al behoorlijk hoog. En vonden de jongeren dat hier wel wat aan moest gebeuren. Nou, we zijn hier een beetje onkruid aan het weghalen, zoals jullie zien. Hier zodat het tuintje wat mooier wordt en zo. Ja, dat was allemaal onkruid en zo, was één grote oerwoud eigenlijk. En het is wel fijner als je in een nettere omgeving zit. Naast dat de jongeren aan deze opruim- en schoonmaakactie een mooie nette zitkuil overhouden, had deze actie ook nog een ander doel. Het is om de jongeren een positieve draai te geven, want we worden allemaal bestempeld als criminelen. Dus op deze manier willen wij een positieve draai aan ons geven. De gemeente doet het alleen de gemeentetuin en wij moeten wat we zelf aanleggen, moeten we zelf onderhouden. De gemeente is niet verantwoordelijk voor alles, dus ik vind het wel goed. Moet horen, hoort ook. Dat Keizerslanden de mooiste wijk is. Van heel Deventer. Ja, dat hoort bij de groenste stad van Nederland, van Europa zelfs. En daar werkt de Keizerslanden jeugd aan mee. Ja, en daar zijn we trots op.